Hallo dames en heren, mijn naam is Vincent van de Visual Games. Jullie kennen me wel en ik ga nu de engste map spelen van Minecraft. Dat zeggen ze althans. En hoe die map heet, heet de Orphanage. Ja, ik hoop dat ik het goed zeg. Ik ga hem opstarten en we zitten in game. Ik ga kijken of alles aanstaat. Music aan, alles 100%. Ik moest een resource pack selecteren. Heb ik geselecteerd? Oké. Horror pack bij Remo. Ik ben heel benieuwd. Ik zit in een kamer en het ziet er heel erg creepy uit. Om te beginnen, deze map is vertaald door Rolf. En Rolf is van een kanaal wat jullie misschien kennen, gewoon Achtelijk. Nou ja, hij is van het Minecraft Forum beheerder. Rolf, Walter Legend. En ik ga hier even wat dingen lezen. Lees zijwaarts, het verhaal. Het verhaal is, je gaat naar je huis na een lange reis en je hebt nog een lange weg te gaan. Je merkt niet dat je zonder benzine komt te zitten, totdat je in één keer stilstaat. Je wacht tot een auto of iemand langskomt, maar er komt niets. Je besluit om je auto te verlaten en je begint de weg af te lopen op zoek naar mensen of een plek om te schuilen. Lees de regels en klik op start. Nou, ik zie hier allemaal tekstbordjes staan. Ik zie hier zelfs een deur, daar kan ik niet doorheen. Ik heb al textures van de Silent Hill texture pack gebruikt. Sommige andere horror mapmakers hebben me geïnspireerd. Als je aan het opnemen bent voor YouTube, hi! Als je bugs tegenkomt, rapporteer ze. Alsjeblieft, Google de persoon die het gemaakt heeft. Het is geweldig. Deze map is met veel geduld gemaakt door Remo. Remo! Harry Tantin Turkey Version Vadir. Het zal wel. Controleer of command blocks aanstaan. Bevat bloed en jumpscare. Speel dat niet als je daar niet tegen kan. Dit is gewoon Minecraft. We gaan starten, jongens. Ik klik op de button. En dan gaan we beginnen het avontuur. Dit is je innerlijke stem. En de blauwe in het spel zelf. Je game modus geüpdate. Wow. Ik volg de weg. Oké, dit is zeg maar de map. Het is heel donker. En ik word creepy. Er zijn nergens auto's te zien. Ik zou eerst een plek om te schuilen moeten vinden. Daarna kan ik op zoek gaan naar een voertuig. Oké. We gaan naar voren. En ik zie een licht. Het knippert. Het is een knipperlicht. Dat hoort ook naast een weg. We moeten hier naar binnen, denk ik. Ik ga eens binnen kijken. Ik hoop dat ze me laten blijven, hoor. Maar hoe kom ik binnen? Hoe kom ik binnen? Dat is een goeie. Ik zie hier vines. Ik denk dat ik hier kan klimmen. Oh, de rode maan. Damn. Oh, ik ben binnen. Ik zie een kist. Daar zit niks in. Oké, ik loop het pad maar gewoon af. Yes! Oh, shit. Ik ben er doorheen. Dit onschuldige eendje loopt hier als een bezetene. En ik merk ook dat de speed is afgenomen. Ik zie allemaal bomen. Ik loop het pad gewoon af. Wat is dit? Een bloedspoor? Wat is hier? Oh, fucking hell. Een bloedspoor en een rails. Ze waren aan de minecart hier. Ik weet het niet. Oh, creepy. We kunnen hier links en rechts. Of is het een rondje? Het is een rondje, dames en heren. Wees niet bang. Oh, wat een creepy geluid, jongens. En die bomen, die doen het hem al. Oh, shit. Een gebouw. No way dat ik hierin moet. No way. Oh. Holy crap. Zag je dat? En ik ben binnen. Het is echt donker. Ik ga het een beetje donker maken in mijn kamer. Ik ga eens kijken. Ik zie daar een kamer. Ik zie nog meer bloed. Ik zie een mooie poster. We kunnen hier door de boek. Oh shit. Ja, dag. Geen enkele... Oh, wat leuk, die bank ook. Kijk nou. En oh, shit. Een boek, een music disc en een string. Ik weet niet wat we mee kunnen, maar ik heb een boek. Kan ik die openen? Nee. Ik kan er alleen maar slaan. En deze boeken horen natuurlijk hier zo... in de... kast. Hallo? Hey, een ladder. Oh, ik kijk eerst even om me heen, voordat ik omhoog klim hier. Oh, nou, dat is gewoon een ladder om dan naar boven te komen om een boekje te pakken. En er gebeurt niks. Kijk maar, er gebeurt niks. Hallo. Ja, hallo, er is niks. Nee, helemaal niks. Oh, en nog meer boeken. Waarom zoveel boeken? Papers en boeken.
Ik pak het maar gewoon allemaal op. Wie weet hebben we het ergens voor nodig. Oké. Deze sluit ik, dan weet ik dat dit heb gehad. Ik ga eens naar de dining room of de dinerkamer. Oh, wat een lange gang, jongens. En een mooie kaars staat hier aan. En allemaal mooie borden hier. Wat grappig, joh, die borden. Gaaf gedaan. Brood hebben we nu. Yeah! We moeten wel een beetje eten, jongens. Kunnen we hier wat vinden? Nee, hier vinden we ook niks. Wow, damn. Waarom hebben we... Moeten we het allemaal kopen? Nee, ik ga het gewoon niet oprapen, want... Er is nergens voor nodig. Oké, dat broodje hou ik nog voor later. Ik ga eens kijken wat hier is. De keuken. Oeh! Holy shit. Oh. Oh, dat is gewoon... Boten hebben gevonden. Raak me niet aan. Oh, dat glas is gaaf gedaan trouwens. Oh shit, hé. Kan ik die taart meenemen? Nee. Ik neem appels mee. Oh, kijk nou. Natuurlijk, in de keuken is allemaal fruit natuurlijk. Oké, dat kunnen we gebruiken om, te eten. Om te essen. En een mes ligt hier. Oh, dit is echt creepy gedaan. Mooie texture pack trouwens. Heel leuk. Kruid door de deur. Het is echt verschrikkelijk donker. Wat staat hier op het bordje? Bibliotheek. Nou, de bibliotheek, dat weten we wel. Opslag. Oh, fucking hell. Doe dat niet. Doe dat niet. Alsjeblieft. Echt heel irritant. Blinde. Bones? Wat een flash. Wat stond daarin? Het dagboek. Lees eerst en krijt. Oké, ik ga het dagboek lezen, jongens. Let op. Lief dagboek. Ik schrijf dit omdat ik geen vrienden heb, behalve Alice. Oh, ze is... Alleen altijd zo stil tegenwoordig. Ze antwoordt niet eens vragen van de leraar. En omdat ze denkbeeldige vrienden heeft, pest iedereen haar. Vandaag kon ik Alice niet vinden. Ze was niet in haar bed toen ik wakker werd. Ik vroeg naar haar bij de leraar, maar ze deed alsof ze Alice niet kende. Ik hoop dat ze morgen weer terug is. Alice kwam vandaag terug, maar ze was niet zoals de oude Alice. Ze gedroeg zich raar en ze praat tegen haar fantasievriend, weet je wel. De kunstleraar schreeuwde tegen haar omdat ze geen tuin tekende, maar een rode cirkel. Ik bid elke dag voor Alice. Iedereen pest haar en ze zit huilend in de kast. Ik hoop dat het op den duur weer beter met haar gaat. Ik mis haar. Oh, arme Alice. En Alice dwaalt rond hier in dit huis, of niet? Laat ze mij zo schrikken. Wat heb ik haar misdaan, weet je? Ik kom gewoon even kijken. Mijn auto is kapot en... Ja, ik hou niet van die jumps. Kers. Maar dit is de niet te rennen in de gang. Ik kan niet eens rennen. Oh. Kist. Met een boek. Oké, hier is niks. Ik kan naar boven toe. En ik kan naar beneden. Ik denk dat ik even boven ga koekeloeren. Hallo? Ik heb een boek in mijn hand. Kijk maar uit voor mij. Zwembadbalkon. Oh, een zwembad. Holy shit. Wat is daar? Oh shit. Oh, fuck. Oké. Zwembadbalkon. Die gaan niet open, die deur. Wat is hier? Klaslokaal 1. Hallo, ik ben vandaag de schoolleraar. En jullie gaan vandaag luisteren naar rekenles. Nee! Ja, rekenles. En reken maar erop dat ik moeilijke sommen geef, dames en heren. Klaslokaal 2. Nou, niet veel bijzonders. Ik zie een painting daar. Wat een mooie painting. Oh, ik sloop de painting. Sorry. Sorry voor de painting slopen. Ik zal het niet meer... Ik hoop dat ik ergens niet boos heb gemaakt. Sorry, dansende painting. Wat is hier? Klaslokaal 3. Oh, ik mag het dagboek droppen, want daar heb ik niks meer aan. Oh, wat mooi. En bloed. Oh, wat mooi getekend dit. Heel mooi. Ja, kan ik hier doorheen trouwens? Misschien is het wel een secret. Sorry, painting. Ik wou je slopen, want je was zo mooi gemaakt. Oké, ik ga naar de volgende. Wat? Laboratorium. Holy crap. Inktzak. En ik zie de ramen zijn allemaal dichtgemaakt.
Hé, hey, en een poster. Oké, okay, ik pak die boek weer op. Weg met dat boek. Zo, ik snuit je op. Wat hebben we hier? De directeur. Hallo de directeur, waar bent u? Directeurtje, bent u achterin? Oh, wow, is dit de keuken van de directeur? Of is dit de kantine? Ik denk dat dit de kantine is. Oh, je kan naar buiten kijken. Leuk. Leraren slaapkamer. Wat mooi. Kan lekker tukje doen. Lerarenkamer. Oké. Nou, hier was niet zoveel te doen. Mooi zo, dat er ook geen jumpscare kwam. God. Die van net was wel aardig pittig. We kunnen naar voren, we kunnen ook naar beneden. Ik denk dat ik gewoon de bovendieping even verken. Nu we toch beter bezig zijn. En even kijken wat we hier hebben. We hebben hier de toiletten. Oh jee, ik heb een hele slechte ervaring met toiletten. Mooie toiletten, jongens. Kijk, en ik kan er niet onder gluren. Zou ik ook niet willen natuurlijk, hè? Dat snappen jullie ook wel. Nou, toiletten. Wat hebben we hier? Projectorkamer. Waarom staat die deur open? Daar hou ik niet van. Daar hou ik niet van. Daar kunnen we niet in. Projectorkamer. Oh shit. Oh, die is gaaf. Die hebben we ook in Disneygraf staan toevallig, die televisietjes. Alleen personeel. Ik ben personeel. Wat gaaf, zo'n projector. Alleen personeel. Haha, ik kom er nou lekker toch. Kijk nou een boete. He. Ik wil kijken wat daar is. Nou, we gaan naar beneden toe. Eerste verdieping lobby. Oh, ik kan nog lager gaan. Jeetje, wat is daar dan? Het is daar donker. Ik ga daar pas later heen. Echt, het is sowieso heel erg donker. Wat is hier? De vergaderkamer. Oké. Wat zit er in botten? En wat hebben we hier nog meer? We hebben hier een... kan je drinken halen hier aan de bar? Even kijken wat je hier kan doen. Dames en heren, we hebben vandaag een vergadering. Ziet wel echt heel leuk uit, dit kamertje. Zo met zo'n bioscooplens. En zo'n projector. Dat ziet er wel heel leuk uit. Tof. Leuk gedaan, die man. Oh. Nee, joh. Meen je dit? Oh, wauw. Dat is echt heel vet gedaan. Voordat er meer gebeurt, ga ik even snel naar de projectorkamer kijken. Oh, hij is echt geactiveerd, joh. Hallo? Is hier toch iemand aanwezig? Hoe ga jij in één keer aan? Ja. Het is wel een beetje lichter nu, gelukkig. Nou, we hebben nog een paar kamers om te kijken, zie ik hier. De benedenverdieping is hier zo. En wat hebben wij hier? We hebben het zwembad. Nou, daar zou ik heel graag willen kijken. Oh, die geluiden zijn gaaf gedaan, zeg. Oh, shit. Ik durf niet verder. Ik ben bang dat er wat gebeurt hier om de hoek. Nee, nee, natuurlijk gebeurt er niet. Ik ben onschuldig. Ik ben gewoon maar zo aan het bespieden. En, oh, we moeten hier omheen lopen. En er liggen allemaal bloed daar. En die gaan naar de kluisjes daar. Voetstappen. Holy shit. Holy shit. Oh, dat is gaaf gedaan. Wat is dit? Een rood pentagram. Ik ga erop staan. Activeert iets. Is het rode glowstone? Nee, het is van... Oké, ik ben veilig nu. Of niet? Ik durf niet in het water springen, maar we doen het. Yay! Oké, er is niks aan de hand. Althans, dat is normaal in een zwembad. Stond dat er ook net al? Help me. Dat stond er net al niet, volgens mij. Oh, holy fuck. La 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 la. Er is niks aan de hand met een peer in je hand. Oh.
ga even wat drinken. Oh, ik ga achter me kijken en er gebeurt wat. Nee, er is niks gebeurd. Het was gewoon een stom geluid wat in staart om mijn oren stond. Kelder. Natuurlijk heeft een school een kelder. Oh shit. Oh shit, hé. Jongens, Minecraft is geen kindvriendelijk spel. Geloof me, Minecraft is dat niet meer. Het is allemaal een leugen geweest. En ik probeer nu een beetje te praten, omdat ik me nu alleen voel en ik vind het eng. En daarom kunnen jullie lekker genieten met mij samen. En kunnen op deze button klikken. Pentagram! Is het nummer 2? Yes! Ik heb de tweede geactiveerd. Dat houdt in dat we de 2 van de 3 hebben gevonden. Mooi lichtje zo. Ik vind het helemaal mooi. Wat is daar dan? Oh, dat is een putje. Oké. Ga niet uit! Je moet aanblijven. Goed zo. Licht. Goed zo. Genoeg licht is beter. Ik vind het helemaal mooi. Oké, in de kelder is niet zoveel te doen. Hier kunnen we nog even kijken. Koekeloeren. Ik koekeloer hier. Ik ga even zingen, jongens. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En deze school is echt heel leuk. We zijn met het zwembad geweest, jongens. Hebben we hier nog iets? Ik kan ook niet meer terug, hè? Ze hebben gewoon die deur gelokt, weet je wel. Ja, je mag er niet meer heen. Even koekeloeren, jongens. Even koekeloeren. Wat is er allemaal aan de hand? Weer nou zo'n bloedspoor weer hier. Gaat hij in het water? Oh, een mes zit erin. Zal ik dat mes gewoon oppakken? Dit is veilig, jongens. Dit is veilig. Ik heb nu een mes. Oh, wee als er iemand komt, jongens. Chop, chop, chop. Oh, het regent buiten. Zit hier wat in? Denk het niet. Het regent echt hard buiten, volgens mij. Opslaghok. Hier kon er ook niks vinden, hè? Zo, en jongens, ik heb even gepraat en ik kwam erachter dat ik wat moet doen met die rode cirkels die je zag. En ik heb krijt en dat krijt moet ik op die rode cirkels plaatsen. Dus wat we nou gaan doen is dat krijt op die rode cirkels plaatsen. Nou, dat had je toch niet van me verwacht dat ik dat zou doen. Ik ga eens kijken. Ring around the rosy, a pocket full of posies. Hou je mond. Ashes, hou je mond. Ashes, hou je mond. Nee. Oké. Okay. Nee. Ik deed niks. Rust en vrede, Vincent. Oké. Okay. Oh, nee. Oh, nee. Ik kijk naar de grond. Oh, nee. Dit vind ik niet leuk. Chop. Oké, daar is de cirkel, jongens. We gaan er naartoe. Oh. Oké. Dat geluid is zo intens hard. Het is niet normaal. Hallo? Gebeurt niks, hè? Nee. Wat hoor ik? Oh, het is water buiten. Oké, dat maakt het een beetje cool. Oh, shit. Waarom is dat help me weg op de muur? Oh, nee. Nee. Oké. Niks aan de hand. Met het krijt in mijn hand kruis ik alle cirkels aan van het rode bestaan. En er is niks aan de hand. Helemaal niks aan de hand. Ik ben gewoon een eentje. Was hier soms een rode cirkel?
Daar is hij. En... Oh, die geluiden zijn zo hard. Oh, een lichtje. Ja, ga maar aan. Blijf maar aan. Dat verjaagt de beesten weg. Blijf maar aan. Aan. Goed zo, heerlijk lampje. Niet uitgaan. Kom op. Oh, dat geluid is zo intens. Een eigen huis. Een plek onder de zon. Oké, hier moet het zijn, jongens. Ik heb overal gekeken. En hier staan ook voetstapjes daar op het pad. Dus ik moet gewoon hier kijken. Yeah, de cirkel. Oké, kom in. I think it's the last one. Sound is coming from up. Dat is niet vertaald. Naar Nederlands. Er moet er nog eentje moeten activeren en hij hoort het geluid van boven komen. Ik ga naar boven kijken. Oké. De trap op. Ik denk dat ik weet welke deur het is, aangezien er nog één deur, dat we daar niet in konden. En dat was de deur. Aan het eind, links. Is dat Alice? Oh shit. Tweede verdieping. Derde verdieping, slaapkamers. Hoofdslaapkamer, oh. Oh, hier ben ik niet blij mee. Hallo? Slaapie. Zijn jullie allemaal in bed? Of moet ik jullie soms in bed trappen, jongens? Leuk gedaan, zegt die bedden. Oh, die geluiden. Oh, er gaat eigenlijk wat gebeuren. Ja, hè? Slaapkamer 1. Goedemorgen, ladies! Oh, dat geluid is echt vreselijk. Ik pak mijn chop-chop-knife. Oh, weet je, als ik je zie, mens. En jij schreeuwt alles bij elkaar, dan chop ik je zo eventjes. Rap. Dus kijk maar uit voor mij. Kijk maar uit. Mij maak je niet bang. Oh shit, slaapkamer 3 en hier nog. Een deurtje kan er niet in. Oké, hier is het, jongens. Slaapkamer 3. Oh, what the fuck staat daar? Oh, wat is dat? Ik ga je choppen, hè? Dame, oh, wees me laat schrikken. Oh. Ze is weg. Oh. Oh, wat vreselijk geluid. Wat zat erin? Een sleutel voor de uitgang. Oh. We hebben een uitgang. We hebben een sleutel. Oh. Nee. Ze is er nog steeds. Oh, fuck jou. Nee. Er is een cirkel. Hou je mond. Ik weet niet hoe krachtig ik ben. Je gaat dood voordat je... Er is een sleutel in de kist. Weet ik. Er is een schuurtje achter het gebouw. Er is nog één cirkel. Ik voel het. Oké. Daar moet een schuurtje zijn. Ik ben er gewoon langs gelopen. Hè? Is dat geen schuur? Oh, hier. Oh. Daar is de laatste cirkel. Oké, daar gaan we, jongens. Het is gelukt, dank je. Ik ben bevrijd. Omroepen bij de poort. Echt? Ik heb Sarah bevrijd. Ik ben nu een goede eend. Oh, gelukkig. Ik wil Sarah gewoon even een knuffel geven. Ik ga er gewoon nu met blijheid naartoe. Gewoon trots. Ik heb gewoon het gehaald, jongens, deze map. Die vervelende rotschool. Wel een heel gave school trouwens. Echt een heel vet level. Oké, bij de poort staat ze. Mij op te wachten. Ik ga snel lopen. We lopen het pad af. Weet je wie ik ben? Ik ben Alice. Ik ben Sarah. De magie was er niet om me te vermoorden. Het was er om me vast te houden. Dank je. Welkom in... hel. Wat? What the fuck? Het is zo leuk om je langzaam dood te laten gaan. Fuck jou. Of waar moet ik heen, joh? Ik ga naar buiten weer, hoor. Oh, fuck jou, Sarah.
Wat heb ik gekregen, joh? Ik ga naar buiten, ik ga naar buiten. Wacht maar, Sarah. Wacht maar, wacht maar. Ik ga naar buiten. En ik ga weer ontsnappen. En je gaat me niet meer teleporteren. Denk ik. Het is zo leuk om je langzaam dood te zien gaan. Dat is het laatste wat ze hebben gezegd. Wacht maar, ik eet gewoon carrots. Dat kan niet. Ah. Kom je allemaal mes steken in me? Oké, ik loop naar de poort toe. Dat is denk ik wat we moeten gaan doen. Daar is de uitgang. Daar is de poort. Een bloedspoor. Wat is hier gebeurd? Dat weten we toch? Is dat een mindfuck? Daar is de uitgang. Ik wil weg. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Moeten we dit doen? Nou, ik moet zeg maar kill doen, want ik ga dood, zeg maar. En dan respawn. Oké. Dummy einde. Sarah en Alice zijn dezelfde persoon. Ze hebben schizofrenie. Ze is een kwade demon geworden en wil iedereen vermoorden die haar gepest en gemarteld heeft. Nadat ze heeft geprobeerd om te ontsnappen, moet ze... Maar ze had de hulp nodig, dus ze had een dummy nodig, zoals jou en de verzegeling te verbreken. Dus je hebt haar geholpen om te ontspannen en om jou te vermoorden. Nu, ik denk dat het ontsnappen moet zijn. Nu is de wereld in gevaar. Bedankt. Cool. We hebben het goed gedaan. Bedankt voor het spelen. Ik hoop dat je hem op... leuk vond, ik bedoel vind. Laat een reactie achter waar je het hebt gedownload. Ik hoop dat jullie een leuke map vonden en bedankt voor het kijken. En de volgende keer als jullie dit meer willen zien, dat ik een map speel of een horror map of een leuke adventure map. Laat het weten in de comments beneden. En dan zie ik je volgende keer terug. Doei doei!